Ik zeg altijd, we maken soms de fout dat die ene persoon die gewoon echt inderdaad de kuur gaat vinden, zeg maar, voor hele intense ziektes. Dat zijn die mensen die we weg hebben gestopt naar VMBOT. Dat zijn de mensen die we hebben gestuurd naar Altra. Waarom? Vanwege hun uiterlijk. Welkom heren bij weer een aflevering van Black Matter Nederland, een podcast over Black Mental Health. Shining light on mental health binnen eigenlijk de verschillende subculturen in de zwarte gemeenschap. En verschillende thema's waar we tegenaan kunnen lopen als mensen van kleur of zwarte mensen. En net zoals dat je specifiek black mental health noemt, omdat je nou eenmaal rekening houdt met andere dingen en eigenlijk vanuit een andere bril kijkt naar bepaalde zaken, wilde ik het vandaag hebben over de zwarte man eigenlijk. En dan zal iedereen, en jullie heb ik natuurlijk gesproken, maar ik ben natuurlijk geen man. Dus daarvoor heb ik hulp ingeschakeld van jullie. Ik zal jullie zelf de ruimte geven om je voor te stellen. Heel even kort, Stichting Black Men Talk Nederland. Dus in dezelfde lijn als wat ik wil bereiken met mijn podcast volgens mij is ruimte creëren om het gesprek aan te gaan. En bij jullie dan specifiek gericht op de black man amongst us. De drie gezichten achter de stichting, mag ik bij jou beginnen? Zeker. Ja, je mag jezelf voorstellen. En dan gaan we eigenlijk gewoon het rijtje af voordat we dieper ingaan op wat jullie allemaal doen met de stichting. Ja, mijn naam is Stefflin Rich. Ik ben 27 jaar oud, geboren en getogen in Amsterdam-Zuidoost. Dat is het wel eigenlijk. Kort maar krachtig, zeker. Denzel Rich, de tweelingbroer van Stefflin, ook 27. In mijn dagelijks leven ben ik jurist bij de gemeente Amsterdam en daarnaast voorzitter van de stichting Black Men Talk. Quinten Misijan, iets ouder dan mijn kleine broertjes, 30 jaar. In het dagelijks leven werk ik voor de gemeente Zandstad. En daarnaast, samen met mijn broers, runnen we hier zo de stichting. Ja, mooi. Oké, nice. Een familiebedrijf eigenlijk, familiestichting. All right. Officieel zijn we geen familie, maar officieel zijn jullie, jullie zijn broeders in... Brothers in Armor, om het even zo te zeggen. En jullie hebben samen eigenlijk, jullie trekken samen op om een heleboel te bereiken wat ik zelf persoonlijk heel mooi vind. Ik zei het net al, ik ben natuurlijk zelf geen man. Ik voed wel een zoon op, die is nog heel klein, maar goed, die gaat natuurlijk ook te maken krijgen met allerlei struggles waar je eigenlijk als zwarte man mee te maken kan krijgen in een vrij witte maatschappij, als ik het even zo mag zeggen. We zijn natuurlijk in Amsterdam een vrij multiculturele samenleving, tolerant, Nederland, Amsterdam, noem maar op. Maar dan toch denk ik, net zoals dat het voor mij eigenlijk als zwarte vrouw soms lastig kan zijn om in een vrij witte omgeving te manoeuvreren, denk ik dat het voor de man nog ingewikkelder kan worden. Natuurlijk vanuit mijn achtergrond in de psychologie en de ontwikkeling van kind tot volwassene ben ik een hoop dingen tegengekomen. Ik heb heel veel vragen eigenlijk hoe het is om als zwarte man op te groeien in deze maatschappij, welke mentale struggles je kunt tegenkomen, wat het eigenlijk met een man kan doen dat er bepaalde verwachtingen zijn. Mm-hmm. En dan heb je het alleen maar over de man en specifiek de zwarte man, denk ik dat er nog een laag bij komt kijken. Dus dat mogen jullie allemaal voor mij beantwoorden. Maar voordat we daarop ingaan, even kort, Stichting Black Men Talk. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Vertel daar eens wat meer. Wie kan daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben meestal de opener van al die praatgroepsessies, hoe we zijn ontstaan. Eigenlijk zijn we ontstaan door eigenlijk de liefde die ik voor mijn broer heb, Denzel Rich. Hij struggelde 2 jaar terug met liefdesverdriet. Hij wist niet hoe hij daarmee moest omgaan. Dus hij sloot zich dagen in zijn kamer op. En wij als tweeling, wij voelen elkaar aan. Dus toen dacht ik op een dag, weet je wat, ik ga even naar boven. Ik stel een paar vragen van, hoe voel je je? Wat gaat er in je op, in je door? Waarmee kan ik je helpen? En toen, in juli was dat gebeurd. En toen een week later, toen dacht ik bij mezelf, er zijn meerdere mannen die dit meemaken. Meerdere zwarte mannen die dit meemaken. Vooral omdat dit een macho cultuur is hier in Nederland. Maar gewoon over het algemeen, wij mannen mogen niet huilen. Toen zijn we uiteindelijk, heb ik met Denzel besloten om het voor alle mannen, alle zwarte mannen,
gewone praatgroepsessies en workshops te organiseren. Vooral hier in Amsterdam. Dus het balletje is eigenlijk gaan rollen doordat ik mijn broer zag huilen. Maar ook gewoon dat hij zich ging isoleren. Ja. Dus daardoor is Black Mental ontstaan. Ja. In feite. Ja. Ja. Hoe was dat voor jou, als ik vragen mag? Het is een vrij persoonlijk verhaal. Eigenlijk dus ja. Jouw broer die leefde met je mee. Die dacht, hey, shit, ik moet er zijn voor mijn broer, voor mijn familie. Ja. Hoe was dat voor jou dat er iemand was die zei van, hey, yo, let's talk? Ja, ik heb eigenlijk tot 2 jaar geleden nooit geleerd hoe ik eigenlijk om moet gaan met mijn emoties. En ja, als man dacht ik van ja, het is goed om je emoties gewoon op te kroppen en zelf op te lossen. En ja, dan natuurlijk na een tijdje kan dat niet meer en dan wordt het gewoon te veel. Ja. En dan ben je eigenlijk gewoon op zoek naar een safe place om eigenlijk erover te praten. En mijn broer bood me die safe place. Ja. Ja, en dat is natuurlijk al vanzelf al een safe place, denk ik. Omdat het iemand is die je goed kent. Jullie zijn ook nog tweeling zelfs, dus zo met elkaar verbonden. Dat dat misschien wat makkelijker gaat dan. Ja, mooi. En hoe was dat voor jou, Quint? En wat was voor jou het moment? Want je bent op een moment aangesloten bij Black Men Talk. En los van die vraag van wanneer dat is en hoe dat is gaan, ben ik ook wel benieuwd wat jouw eerste confrontatie was met... Oh shit, wacht even. Er is dus van alles in mij, misschien waar ik mee zit of tegenaan loop, maar ik ben altijd geleerd om er niet mee naar buiten te stappen. Of hoe is dat voor jou? Welke ervaring heb jij daarin opgedaan? Eigenlijk heb ik altijd... Ik liep er tegenaan omdat ik was altijd juist die emotionele guy. Okay. Ik was altijd, in de vriendengroep was het altijd, iedereen zei ook altijd... Je bent zo emotioneel. En ik zei, ja, ik weet het. Maar dat is gewoon hoe ik ben. En voor mij was dat weer om de emoties, ik kon het niet meer inhouden. Dus door ongecontroleerd boosheid en noem maar op. Dus ik had de hele spectrum kwam voorbij. Op school was ik ook een van die moeilijke leerlingen. Mm-hmm. Nu leer je dat die moeilijke leerlingen gewoon simpelweg gewoon niet de woorden kunnen vinden om te uiten wat er eigenlijk is. Recalcitranten doen het ook wel heel mooi, maar het is gewoon roepen eigenlijk om hulp, maar niet weten waar je hulp moet vragen. Ja. In het hele begin van de coronaperiode, ik denk dat de meeste van ons, want toen zijn we eigenlijk ook begonnen, zijn jullie eigenlijk eerder begonnen. Iedereen was denk ik voor het eerst echt gaan nadenken over wat life echt betekende. We konden opeens niet meer uit. Je kon niet meer vluchten naar de club, stom dronken naar huis. Nee, je moest nu even feesten. Nagedacht over alles en ik had al zoiets van nee, dit moet anders. De plek, de wereld waarin we leven, wij als mensen van kleur, vooral wij als zwarte mensen, dit moet anders. Langer over nagedacht. En op een dag werd ik toegevoegd door een Black Men Talk NL. Nou, wist niet wat het was, maar goed, doe maar, waarom niet? Ze slijden gewoon in je... Oké, okay. Ik denk 2 weken later zag ik een foto, postte ze de eerste foto online. Stefflet en Denzel, dit zijn mijn boys sinds wat, 8 jaar lang of zo. Dus ja. Mooi dat ze dit zijn gestart. Niet lang daarna hebben we hier nog een meet op de hoek. En toen hebben we even gesproken van, hey, dit is wat ik wil doen. Ik zie wat jullie willen doen. Laten we afspreken. Laten we kijken wat onze plannen beide zijn. En laten we gewoon proberen te merge en kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Ja. En zo is het eigenlijk gestart. En sindsdien rollen we eigenlijk gewoon als de driekoppige eenheid de stichting. Mooi, mooi. En dus je werd toegevoegd maar eigenlijk door bekende gezichten, maar die gezichten zag je niet direct... Omdat het Black Men Talk. Precies. Ja. Het was eerst... De naam was voor mij denk ik al genoeg. Ja. Black Men Talk NL. Ik wist nog niet wat het ging zijn. Volgens mij stond er nog wel iets in de bio. Dus dat had ik... En dat gaf me al genoeg dat ik dacht, oké, ik ben benieuwd. Ja, en toen ik erachter kwam dat het Stefflet en Denzel waren, gruwelijk. Let's go. Ja, ja, en wat voor dingen doen jullie? Dus jullie zegt al, hè, praatgroepen hebben jullie, sessies... Mm-hmm. Black Men Talk zegt natuurlijk ook al een heleboel. Mm-hmm. Wat zijn een beetje de thema's waar jullie over het gesprek aan gaan met
gasten? Wat voor mensen komen erop af? Ik ben wel benieuwd ja, wat jullie zeker voorbij zien komen. Hoe jullie erop insteken. Het is eigenlijk wel heel breed qua onderwerpen die we behandelen. Gevoelens bijvoorbeeld, liefdesverdriet, bindingsangst en verlatingsangst. Dat is ook wel iets wat wij als Black community, uiteindelijk at the end of the day, zijn wij nog gebonden aan de dingen die zijn gebeurd in de slavernij met ons. En daardoor hebben we ook vaak bindingsangst en verlatingsangst. En weten we ook niet hoe we moeten omgaan als er bijvoorbeeld iemand doodgaat. Ja. Dus dat sowieso. We gaan het eigenlijk volgende week gaan hebben over wat voor impact heeft je opvoeding gehad op hoe je bent als volwassene. Dus dat zijn eigenlijk verschillende onderwerpen. Ja, het zijn eigenlijk gewoon onderwerpen die mannen niet zo snel bespreken met iedereen. Dus ja, wij proberen dan een safe place te creëren waar we gewoon als mannen gewoon samen gaan praten over bepaalde dingen. Ja. Ja. En daarnaast, naast die praatgroepsessies, doen we af en toe ook workshops. En dat is meer gericht op de sociaal-economische groei. Ja. Eén keer in de 3 maanden deden we tot nu toe, hadden we ook een sessie samen met de vrouwen. 50% van die oplossing is ook onze relatie met de vrouwen. Hoe gaan we daarmee om? Wat kunnen we leren van elkaar? Wat kunnen zij leren van ons? Welke dingen willen we echt met elkaar bespreken? En wat is er echt tussen ons? Mm-hmm. Nu gaan we dat ook vaker doen, omdat vanuit de vrouwen is ook de vraag gekomen om het toch vaker erbij te kunnen zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn. En verder zijn we natuurlijk aan het groeien. Mm-hmm. Des te meer je groeit, des te meer je aanraking komt met andere organisaties zoals jij bijvoorbeeld. Dus dan kun je ook gewoon meer oppakken en kijken van hey, wat kunnen we nog meer doen om die message gewoon te kunnen verspreiden. Ja, en hoe kun je krachten bundelen eigenlijk om nog sterker te staan eigenlijk as a whole, as a community, zowel man als vrouw. Yes. Ja, mooi, tof. En ik hoor jou zeggen de impact die opvoeding heeft op hoe je eigenlijk nu bent als volwassene. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk zelf, mijn passie is mental health, ontwikkeling van kind tot volwassene ook, mede omdat ik zelf tegen bepaalde dingen ben aangelopen als jongere eigenlijk vergelijkbaar met wat jij zei, en dat ik erg heb gezien hoe daarmee wordt omgegaan of werd omgegaan door de volwassenen toen. En ook het verschil hoe er werd omgegaan met bijvoorbeeld mij of ten opzichte van bijvoorbeeld een dit kind, om het even zo te zeggen, waar je sneller richting hulp wordt gewezen dan bestraft wordt. Wat zouden jullie zelf willen en durven delen over je eigen opvoeding en wat voor impact dat eigenlijk heeft gehad op hoe je, misschien niet nu, want jullie hebben volgens mij in de afgelopen jaar heel veel geleerd met elkaar en zijn heel erg gegroeid en misschien ook losgekomen van bepaalde patronen die we toch ook meekrijgen vanuit onze jeugd. Zeker. Zeker niet om een schuldige aan te wijzen, maar ja, je zegt het net zelf bijvoorbeeld ook, er zijn bepaalde gevolgen, diep gewortelde patronen, zelfs in de genen, in hoe we met dingen omgaan. Maar wat zouden jullie daarover willen en kunnen delen over je eigen opvoeding en hoe dat eigenlijk heeft geleid tot, misschien wil Quinten, ik weet niet of jij iets durft te zeggen. Jij liet net al wat los, hè? Je zag eigenlijk als altijd die emotionele guy of mensen vonden dat. Ja. Wat ik ook wel interessant vind trouwens, want je zegt het alsof het ook als iets negatiefs werd gezien. Hè? Want die emotionele guy, maar eigenlijk is het gewoon een uiting van. Maar wat kun je daarover zeggen? Zeg maar, welke invloed heeft jouw opvoeding daarop gehad? En dan niet alleen de opvoeding thuis, maar ook de omgeving. Want opvoeding is natuurlijk thuis, oké, je ouders, maar ook de omgeving, het stad, land waarin je opgroeit. Ja. Ik ben opgegroeid in een soort van 2 paradoxen. In Suriname groei ik op in die, echt die familiecohesie. Je hele familie woont in dezelfde straat. Je woont op dezelfde erf als opa en oma. Iedereen is elke dag bij opa en oma. Dus vooral de moeders die dragen, zeg maar, er is ruimte ook voor het huilen en zo. En voor noem maar op. En plots, boom, dat is ook weer dat harde. Je gaat naar Nederland, je gaat wonen bij je vader. Wildvreemde man die je niet kent. Je wordt op het vliegveld gezet. Iedereen zwaait je uit. Ja. Volgende dag ben je hier. En ik weet dat voor mij als kind heeft dat, dat knopje ging om van oké, je kunt never nooit niet hechten, binden met niemand niet, want op een dag gaan ze allemaal weg. Wel, als je 7 jaar oud bent en je besluit dat
te doen, dan wordt de wereld wordt een hele moeilijke plek. Dus je kunt met niemand binden. Je kunt nergens je plek vinden. Je vertrouwt niemand, je vertrouwt jezelf niet eens. En dat heeft eigenlijk heel lang geduurd, moet ik eerlijk zijn. We hebben samen op school gezeten, één keer in de zoveel tijd. Zelfs nadat we klaar waren met school, hadden we bijvoorbeeld... kwamen we weer bij elkaar met de oude vrienden uit de klas. Ik was er nooit bij. Ja. Want ik hield wel van ze, maar het was allemaal veel te close voor mij. Hoe bedoel je? Ja. Ik zit toch gewoon in die app en ik antwoord toch af en toe. Dat is toch gewoon voldoende. Maar dan moet je echt door die hele cycle heen gaan om te zien dat het gewoon een hele ongezonde manier is van dat doen. En dat krijg je ook mee in je omgeving als je buiten speelt. Want ik kon heel boos worden altijd. Of heel verdrietig. En ik heb heel lang in een soort van met een depressie heb ik rondgelopen. Zolang als dat ik me kan heugen, was er deze donkere deken in mijn hoofd. Dus we zouden hier zijn en het is leuk, een feest. En ik zit hier in de hoek. En ik voel het niet. En iedereen probeert je op te vrolijken. En dan krijg je van, ja, maar waarom ben je altijd zo depri? Weet je? Dus dat was heel lastig om... Maar overal liep ik dan tenminste tegenaan. Ja. Als het aankwam op mijn emotie en het kunnen controleren. En ik hoor ook wel het hechten tot mensen. Hè? Ja. Ze zeggen vaak, of in de boeken, van nou, die hechting komt in de eerste jaren tot stand. Dat is de belangrijkste periode. Maar ik denk, zelfs als je dus 7 jaar oud... Als daarin iets kapot gaat, zoals jij, om het even zo zwart-wit te zeggen, dat moment dat je op het vliegtuig wordt gezet en eigenlijk het gevoel hebt dat je gewoon in de steek wordt gelaten, dat doet daar ook natuurlijk iets in. En dat heb je gewoon heel duidelijk gemerkt en gevoeld en gezien. Ja. Ik hoop dat je dat deelt met ons. En het is natuurlijk ook onderdeel van wat jullie doen. Ik denk dat je daarin een groot rolmodel bent voor velen. Want het moment dat je je daarvan... bewust ben en je durft het te zeggen en toe te geven, dan pas komt de ruimte om het ook eigenlijk te uit te laten vloeien en een andere groei door te maken als het ware. Zeker. Ja, mooi, thanks. En wat is jouw verhaal? Ja, van jou natuurlijk wel. Jij hebt een keer gewoon hele heftige liefdesverdriet gehad. Ja. Waarschijnlijk meer dan dat. Ja, ik zeg het nu een beetje zo lacht. Het is natuurlijk wel echt iets om ook zo serieus te nemen, want that shit is real. Ja, maar ik denk dat ook een beetje te maken heeft met de opvoeding, in de zin van je emoties opkroppen en denken dat dat goed is. Ik denk dat wij, stel als ik praat over Stefan en ik, maar ik denk ook Quinn, opgegroeid zijn met mannelijke rolmodellen die eigenlijk hetzelfde probleem hadden. Dus nooit hun emoties toonden en op dat vlak eigenlijk mentaal of fysiek waren ze wel aanwezig, maar emotioneel waren ze er niet. En als je dat ziet als kind, dan denk je dat dat normaal is. En dan op een latere leeftijd, dan gaat het een keertje fout. Ja. Ja. Zeker. Ja, want het zoekt zijn weg naar buiten. Ja, zeker. Het gaat zijn weg naar buiten vinden. Ja, dus op zich corona heeft wel geholpen. Want het heeft dan wel mijn ogen geopend van, het is niet genoeg. En doe er wat aan. Je bent wat dat betreft geconfronteerd met jezelf. Van, wat jij in het begin even zei, van, je kan niet meer naar de club. Of ik ga wel even met mijn matties chillen. Of... Gewoon het vergeten, iets anders doen en een soort een laagje zand eroverheen leggen. Dat gaat dan niet meer. Nee. En jij? Wat zou jij erover willen delen? Welke impact heeft jouw opvoeding gehad? Of wat? Ja, ik denk toch wel omgaan met verliezen van dierbaren. Uiteindelijk zijn Nelson en ik in 2013 zijn we onze opa en oma... 10 dagen na elkaar zijn ze overleden in Suriname. En Denzel en ik hadden echt een goede band met ze. En we konden vanwege examens op het mbo, konden wij niet naar daartoe. En mijn ouders zijn wel geweest beide. Want het was mijn moeders moeder en mijn vaders vader. Uiteindelijk, at the end of the day, hebben wij geen afscheid kunnen nemen. Uiteindelijk, als je wil helen, moet je afscheid kunnen nemen. En dat heeft wel een grote impact bij mij gehad, bij Denzel ook. Want ik merk wel dat we er nooit over hebben gehad met onze ouders. Van hoe voelen jullie erbij? Hoe zijn jullie ermee omgegaan bijvoorbeeld? Ja. Dus dat sowieso. En dat probeer ik nu gewoon, als ik later kinderen heb, ook gewoon mijn kinderen te leren van het is gewoon normaal. Als je even je dag niet hebt of zo. Of even wil huilen bij papa of zo. Ja. Want uiteindelijk, at the end of the day, wat Denzel ook zei en Quinten ook. Als wij als ouders onze emoties opkroppen, uiteindelijk
de mensen die, waar je mee dagelijks bent, die krijgen de volle laag. Ja. En dat zie ik ook gewoon bij veel ouders, zwarte ouders, dat ze hun woede projecteren op hun kinderen. Terwijl dat niet hoeft. Je kan ook gewoon normaal praten hoe je voelt en waar je mee omgaat. Ja. Dus dat is het ook wel gewoon. Zeker. Ja. En dan krijg je dat intergenerationeel trauma, wat wordt overgedragen van generatie op generatie. Zeker. Het zit hem in de genen, wat jij noemde al eventjes. De gevolgen van de slavernij, waar heel veel mensen van zeggen, het is zo lang geleden, maar die echt nog duidelijk aanwezig zijn. Ik weet niet of jullie hebben gehoord van Dr. Joy DeGruy, die ook dat onderzoek heeft gedaan. Zij heeft een boek geschreven. Ik ken de naam. Post-traumatic slave. Ja, slave syndrome. Ja, als ik het goed zeg. Yeah. Ja, zij, dat is echt heel interessant. Ook hoe ze eigenlijk omschrijft, hoe dat eigenlijk nog steeds aanwezig is in eigenlijk in onze genen. Zeker. En zo heb je verschillende manieren van intergenerationeel overdracht. En ook in gedragspatronen. Dus ik krop mijn emotie op en projecteer dat op mijn kind in woede of kort lontje. Ja. Dat kind weet niet waar ik allemaal mee zit. Of dat ik misschien wel met bepaalde gevolgen zit van weet ik veel wat. Dus die wordt daardoor ook beïnvloed. En zo krijg je uiteindelijk dat we in een patroon blijven hangen. Zeker. Dus ik denk dat dit soort dingen heel tof zijn om dat patroon uiteindelijk met elkaar te doorbreken. Zeker. Ja. Ja. En want je zegt, als ik straks kinderen heb, als we spreken over de volgende generatie, we zijn allemaal volgens mij niet super oud, maar als we het hebben over de jongeren die nu misschien in de puberteit zitten of nog jonger zijn, de kleintjes die straks gaan opgroeien. Wat is een belangrijke boodschap en wat zou je mee willen geven aan die jongens? Maar misschien ook de meiden ten opzichte van de jongens. Hè? Want we hebben het over de zwarte man. Oké, die groeit op met bepaalde verwachtingen. Mm-hmm. Je mag niet huilen, je moet altijd sterk zijn. Plus en dan in een witte omgeving heb je ook nog te maken met allerlei stereotyperingen en negatieve beeldvorming. Mm-hmm. Welke boodschap zou je die jongens geven? Wat is het advies? Hoe moet je daarmee omgaan met die verwachtingen, met die negatieve beeldvorming die helaas echt nog wel aanwezig is op verschillende manieren? Je ziet het op school, je ziet het in de media terugkomen. Ja, wat voor advies kan je ze meegeven om niet in een soort spiraal te raken van, oh ja, misschien is het wel zo en uiteindelijk misschien het verkeerde pad op gaan of noem maar op. Ik zou zeggen vooral knowledge of yourself. Dat is sowieso het belangrijkste. Uiteindelijk, als ik bekijk toen ik in de puberteit zat, ik wilde zo graag bij een groepje horen. Maar wij als mensen we houden van in een groepje te horen. Ergens bij horen. Maar het is sowieso de knowledge of yourself. Gewoon onderzoek doen wie je bent, waar je vandaan komt. Mm-hmm. Want als je weet waar je vandaan komt, kan niemand jou zeggen, ja, je mag niet huilen. Of je bent maar een slaaf. Of je bent niet goed genoeg voor het VWO of zo. Mm-hmm. Dus dat is mijn message naar de mannen vooral, de jongere mannen vooral ook gewoon. En ook naar de vrouwen toe. Als je vriend of je man of je broertje of je neef naar je toe komt, wees open daarvoor. Zorg voor intimiteit vooral. Want wij mannen houden van intimiteit. Alles is een kleine knuffel of een kusje of zo. Maar zorg er ook voor dat je zijn vertrouwen niet beschadigt. Want uiteindelijk, als jij dat doet als vrouw zijnde of als man zijnde, dan gaat er ook voor zorgen dat wij niet als mannen meer bij je komen. Ja. Dat heb ik wel bij mezelf gemerkt. Mooi. Zeker. En heel even tussendoor. Je ziet ook wat ik ook wel veel terug zie komen. Ook in boeken die ik heb gelezen of een paar programma's die ik dan heb bekeken. Ik denk dat die rol van de moeder zo enorm belangrijk is. Dus oké, die vader is heel, volgens mij, kijk, ik ga zeker niet doen alsof ik kan spreken vanuit die positie als man. Absoluut niet. Maar ja, er wordt altijd gezegd, die vaderrol is zo belangrijk, een voorbeeldrol, want dat klopt. Ik als moeder kan niet dat voorbeeld zijn of dat rolmodel voor mijn zoon. Mm-hmm. Want ik ben geen man en ik weet niet hoe dat is. Mm-hmm. Maar ik denk dat die moederrol ten opzichte van zoon ook wel soms misschien wordt onderschat of zo. Dat die de woorden die jij zegt, zeg maar, hoe jij omgaat met als er fouten worden gemaakt. Zeker. Of je zoon doet iets verkeerd of weet ik veel wat. De woorden die je daaraan plakt, die zijn zo diep verbonden, zeg maar diep geworteld. Het komt zo diep binnen, volgens mij. Ik zie je bevestigend knikken. Ja, ik denk dat we hier echt wel. Dit is precies, zeg maar, waar je achterkomt tijdens die sessies ook.
eigenlijk is de rol van de moeder een soort van grote blinde vlek voor ons allemaal. De meeste mannen waar we het nu over hebben, zijn vaak opgevoed door alleenstaande moeders. Ja. En het is lastig, het is gevoelig, maar dat gedrag eigenlijk waar we nu met z'n allen tegenaan lopen, de vraag is vaak dan, oké, waar komt het vandaan? Mm-hmm. Als de vader daar niet is, dan is hetgeen, dus de manier zoals iemand is opgevoed, heeft dan ook zo zijn deel. Het zij 20%, het is 30%, het is 50%, 60%, noem maar op. Maar het heeft ook zijn deel. En inderdaad wat je zegt, hoe ga je als moeder om met die jongen nu in die man moet worden? Ja. Jij bent de eerste vrouwelijke liefde. Jij bent de manier zoals hij voor altijd zal kijken naar vrouwen. Ja. Dus heb je met je zoon een band waarbij je hem verplaatst of hem verplaatst in dezelfde image als de vader waar je nu een super slecht beeld mee hebt en je alles op hem botviert en hem vertelt hoe slecht hij is net als zijn vader. 9 van de 10 keer wordt het niet een hele goede, wordt het niet een goede man, wordt hij niet Einstein en wil hij geen raketgeleerde worden. Maar gaat hij geloven dat dit is wat hij is? Want de woorden van een moeder is voor een man bijna alles. Ja. De vader kan veel zeggen. Ik denk dat onze vaders tegen ons kunnen zeggen, je kunt niks. Ja. En als onze moeder zegt van, je kunt het, dan gaan we ervoor. Ja. Dus inderdaad, je hebt gelijk. Het is echt het is iets wat we te weinig bespreken en ik denk ook waar er te weinig ruimte voor is om het te bespreken zonder dat het een ongezonde interactie wordt. Of bepaalde botsingen, want er is natuurlijk wel een bepaalde spanning. Ik denk ook als je het inderdaad hebt over vrouwen die met de vader een hele slechte relatie hebben of alleen gelaten zijn of whatever, het kind alleen moeten opvoeden of noem maar op. Je ziet wel vaak dat er bepaalde woorden worden gebruikt, dat de vader erbij wordt betrokken in woorden. Dus dat is schadelijker dan bedenken. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. En hebben jullie wel eens gehoord van, is het parentification? Dat eigenlijk er van de zoon dan in dit geval een soort emotionele verantwoordelijkheid wordt geëist, alsof het bijna de partner is. Dus ja. Alsof het bijna de vader is. Mm-hmm. En er zijn bepaalde verwachtingen van de zoon waar eigenlijk onmogelijk aan voldaan kan worden. Want je zoon is daar helemaal niet om die partnerrol voor jou te vervullen. Mm-hmm. Maar goed, ik denk dat je daar kun je inderdaad nog heel veel praatgroepsessies over hebben. Mm-hmm. Zeker. Dus als we het hebben over de zwarte man, dan kan je de zwarte moeder, de vrouw, daar niet uit weghouden. En alleen maar praten over, oh ja, die vader die zo'n belangrijke rol is ook. Nee. Zeker. Mm. Maar inderdaad, ik heb ooit, ik weet even niet meer welke therapeut dat zei, maar ook een zwarte vrouw, en die zei ook, die zei, de woorden van een moeder, die zijn gewoon, dat zijn de wortels in het hart van haar zoon. Die je eigenlijk legt, dus de zaadjes die je daar plant. Dus zeker iets waar ik me absoluut heel erg van, nu nog meer van bewust ben. Ja. Natuurlijk met die kleine. Iemand vertelde me laatst iets over op het moment dat je als kindje groeit in de buik van je moeder. Kijk, wij breken miljoenen cellen af of duizenden cellen af per dag. Mm-hmm. Wanneer je dus groeit in de baarmoeder van je moeder, ontstaat er een neurolink. Mm-hmm. Er ontstaat een link, natuurlijk, want jij bent verbonden in haar bloedbaan. En al jouw cellen die afbreken, hebben natuurlijk DNA-materiaal. Ja. Dus zij moet het weer absorberen. Dus letterlijk, zij absorbeert jouw particles. Ja. Waardoor er dus een neurolink ontstaat tussen jou en je moeder. Ja. Dus wanneer je moeder dus iets zegt, komt het niet hier binnen, maar het treft je hier. Ja. En daarom ook wanneer wij iets tegen onze moeder zeggen, treft het haar niet hier, maar treft het haar hier. Omdat die link dus gewoon zo enorm sterk is. En daarom richten wij ons ook daarom ook echt op die band die we hebben met de vrouwen. Ja. 50% van die oplossing geloven we is echt in onze band met de vrouwen. Ja. Wij als mannen moeten beter, maar wij mogen ook echt wel vragen van de vrouwen, oké, jullie dan ook, laten we elkaar meeten halfway. Laten we gewoon elkaar opliften en kijken hoe ver we kunnen komen. En dan hopelijk de volgende generatie die ook weer daaruit voortkomen als precies. Het goed is. Ja.
hopelijk anders kunnen groter brengen. Zeker. En met een andere definitie van mannelijkheid. Ja, want zeker. Een vraag die ik bijvoorbeeld had voor jullie, en dan kijk ik nu dan even jou aan bijvoorbeeld, wat is mannelijkheid voor jou, zeg maar? En laten we het zo zeggen, wat was dat vroeger voor jij, tijdens opgroeien voor jou, dus als puberjongen, wat dacht jij toen dat mannelijkheid was? En ja, tot wat is dat evolved nu? Ja, als ik kijk naar vroeger, ja, man te zijn, ja, toch wel een beetje stoer, krachtig, geen ruimte voor je emoties, ja, eigenlijk ook gewoon de taak hebben om te zorgen voor je familie. En ja, eigenlijk je eigen belang een beetje achterwege laten voor je familie. Maar ja, als ik nu kijk naar wat het inhoudt om een man te zijn, ja, denk ik dat het emotionele aspect ook echt heel belangrijk is. Dat hoort gewoon bij mannelijkheid. Het is goed om kwetsbaar te zijn als man. En daarnaast ook gewoon je krachtigheid, et cetera, te embracen. Dus het moet gewoon een combinatie van beide zijn. Ja. Mooi, dankjewel. En voor jullie heb ik nog iets aan toe te voegen. Ik neem aan dat jullie daar wel soort van bij aansluiten. Maar nog een aanvulling daarop. Of dat je denkt, oh ja, toen ik jong was, dacht ik eigenlijk dat het dit was. Dan ben je echt een man. Of, ja, een beetje die standaard vrouwen, geld, je bent gangster. Weet je, je hebt een... hing altijd... met een hele groep jongens en het moest altijd het meest, wie het meest gevaarlijk was van de groep, maar ook welke groep was dan gevaarlijker ten opzichte van andere groepen. Ja. Ruzie met jongens uit andere buurten, je kan niet in Oost komen, want je weet gewoon, dan zijn er problemen. En inderdaad, nu, wat Denzel zegt, merk je gewoon dat ik ergens kom, dat het komt ook ergens vandaan. Ja. Die drang van een man om zich te willen bewijzen, want officieel is dat ook, dat is die beschermingsmechanisme eigenlijk die we van nature voelen. Dat is nou eenmaal een rol van ons om die protector te zijn. Mm-hmm. Net als hoe bijna van nature de rol van een vrouw die caregiver is. Dat is niet alles wat ze kan. En die protector en provider is niet het enige wat een man kan. Ja. We kunnen zeker wel gewoon mergen met elkaar en elkaar helpen en ondersteunen daarin. En dat is denk ik waar we nu naartoe bewegen. Die balans vinden van oké, hoe kan ik meer care givers zijn en hoe kan die vrouw mij helpen te providen, op welke manier dan ook. Ja, want ook wat jij net zegt, voor jezelf kunnen zorgen, is ook heel belangrijk in hoe je voor een ander kan zorgen. Want als jij zelf dus geen zorg draagt voor waar je tegenaan hebt, als jij gewoon zoveel oproept dat je op een bepaald moment gewoon ontploft of kortsluiting ontstaat, en dan kan je er dus ook eigenlijk niet zijn voor die vrouw of voor je kind of voor wie dan ook, wie er in jouw leven is, waar je om geeft of graag voor wil zijn, als het ware. Zeker. Ja, ik vind dat wel een interessant vraagstuk. En wat jij zegt, het zit in het DNA inderdaad. Dus als je kijkt helemaal naar de prehistorie van prehistoriteit, dan het was ook een andere wereld. Zeker. Daar was misschien ook dat emotionele stukje minder nodig, want het was echt overleven. Jij moet gewoon, jij gaat jagen, jij gaat zorgen voor vlees op tafel. Zeker. En de vrouw is daar om te zorgen, maar er komt zoveel meer bij kijken en de wereld verandert ook. Mm-hmm. Dus dat is wel, het is wel interessant dat je dat zegt. Het is niet het enige wat een man kan. Zeker, zeker ook zijn rol, maar de caregiver, ik bedoel, provider is ook provider in emotional. Zeker. Behoeftes. Mm. Zoals jij jullie in het begin ook al zeiden, vaders waren dan wel aanwezig, die zorgden voor ons, weet je, die waren de zorgen voor eten op tafel, een dak boven je hoofd, of ook met die emotionele aanwezigheid is ook zo belangrijk. Zeker. Om uiteindelijk een sterk persoon te kunnen worden, denk ik. Zeker wel. Ja. Ja. En spreken jullie Met je vader over dit soort dingen? Bijvoorbeeld, spreek je ook andere generaties? Zeker wel. Het is wel... lijkt me heel interessant gesprek, wel leuk. Hoe moet ik het zeggen? uiteindelijk, in het begin, toen Black Man Talk startte, toen nam ik mijn vader juist kwalijk van, oké, je was er emotioneel niet. Fysiek was hij er wel. En mijn vader ging ook vaak gewoon naar voetballen met ons, naar zwemmen met ons. Maar uiteindelijk is hij 1 sessie bij ons geweest. Dat was de oude generatie met de nieuwe generatie. Oh, tof. En toen was hij ook gekomen. En toen
vertelde hij zijn verhaal waar hij vandaan kwam, hoe hij is opgevoed door onze opa. En toen begon ik hem meer te waarderen gewoon. Want uiteindelijk, de dingen die hij niet heeft gehad, heeft hij ons gegeven. En hij wist niet meer gewoon. Ja. Dus dat is het ook gewoon. Soms moeten we ook gewoon onze ouders waarderen. Want hun kwamen hier in Nederland om te overleven. Ja. En wij zijn hier in Nederland geboren. Wij komen hier om te leven gewoon. Wij zeggen gewoon waar het op staat tegen onze ouders. Hoe je het wel of verkeerd. En onze ouders hebben dat niet geleerd. Want uiteindelijk als ze zeiden wat hun mening was, kregen ze een pak slaag. Ja. Wij zijn daar niet mee. Want dan bellen we gewoon de kinderpolitie of zo. Ja, de kindertelefoon. Ja, dat is het andere. De kinderpolitie. Ik weet niet of die... Ja, dat vind ik wel een mooie bevoeging. Voor de mensen die luisteren, de kindertelefoon. Als je het wil opzoeken. Ja, nee, maar ik hoor wat je zegt. Mm. Ja, en het zijn natuurlijk andere tijden. Zeker. En ik denk dat je doet je best naar wat je weet. Zeker. Op dat moment. Dat je best te kunnen naar wat je... op dat moment in huis heb. Mm-hmm. Dat hebben denk ik al onze ouders gedaan. En ook zelfs... Hè, dat jij bijvoorbeeld hier... Ik weet verder helemaal niks van jouw situatie, maar ik kan me voorstellen, dat was ook waarschijnlijk om jou een beter leven te bieden. Oh, hier in Nederland. Zeker. Dat kan je als klein kind, weet je. Nee. Kan je dat niet plaatsen, nu dat we ouder zijn. Zeker. Snap je dat wel? Ik ben zelf, heb ik ook een half jaar bij mijn oma gewoond in Suriname, toen ik heel klein was. Mm-hmm. Omdat papieren moeten geregeld worden. Je kan niet zomaar hier komen wonen met buitenlandse paspoort of noem maar op. Dus dat moest geregeld worden. Maar toch voel je als kind, het enige wat jij voelt is, you left me, je hebt me gewoon hier gelaten. En jullie zijn gewoon weggegaan. Mm-hmm. What the hell. En daar moet je dan uiteindelijk wel mee dealen. Mm-hmm. One way or another kom je jezelf tegen. Klopt. Ja. Klopt. Nee, het is een interessant gesprek hoor. Het is wat Stefan zegt. Uiteindelijk, des te langer we dit doen, des te meer begrip je krijgt eigenlijk voor zoveel dingen. Zoveel meer begrip van zelfs mannen onderling, zeg maar. Als je in de lift stapt, dat de Afrikaanse man die binnenstapt, de broeder die binnenstapt, jou niet groet. Nu kan ik dat heel goed plaatsen, zeg maar. Omdat de afstand die ik nu heb kunnen inlopen, zeg maar, en hem letterlijk hier kan meten met mijn ogen, dat heeft hij niet. Terwijl vroeger kon je je al heel snel ergeren aan dat soort dingen. De gesprekken met onze vaders, ik weet nog, nu praten we ook heel anders over onze vaders tegenover elkaar. Veel meer vanuit die understanding van, hey, ik heb dit en dit, dit is wat hij doet. Ik denk dat het dit is, ik denk dat mijn pa ook gedeeltelijk onzeker is over zijn dingen. Dat is hoe hij maskeert het op deze manier. En dat helpt je eigenlijk om een... Zij gaan niet kunnen doen wat wij kunnen. Zij hebben niet de kennis die wij hebben gekregen. Dat is wat Stefan zegt. Wij zijn de eerste generatie in Nederland. We hoeven niet te zwoegen. Ja. We hebben niet 2-3 banen en 3-4 kinderen. Dus we hebben de ruimte gekregen eigenlijk om beter te worden dan hetgeen wat zij hebben kunnen doen. Wij doen het eigenlijk. Wij krijgen de kansen die zij heel graag hadden willen hebben. Die hebben ze ons wel gegeven. Ja. Wat we ermee doen en hoe dat is gegaan vroeger. Tuurlijk kunnen we super lang over heen en weer gaan. Maar nogmaals, Stefan zegt het goed. Ze doen wat ze wisten. Ja. Dit was de kennis die ze hadden. Ja. En het mooie is dat blijkbaar ze toch ook wel iets goed gedaan. Zeker. 100%. Ja, zeker. Kijk met wat voor dingen jullie nu dan bijvoorbeeld bezig zijn. Dat, en de inzichten die er eigenlijk in de loop der jaren... Zelfs na een hele moeilijke periode waarbij je heel lang afvraagt van wat is er nou en waarom voel ik me eigenlijk zo rot en kan ik niet genieten van die momenten of het hele pad wat je eigenlijk hebt bewandeld. Kijk wat jullie nu dan uiteindelijk bereiken met de stichting en misschien ook daarbuiten. Ik denk dat het een soort vlek is, want ik zie jullie steeds meer oppoppen. Het is echt heel erg aan het groeien. Ja. Ik denk, het is echt ik kan geen ander woord bedenken nu dan vlek. Ja. Maar het is natuurlijk geen vlek, het is een soort licht of zo, wat zich gewoon spreidt en steeds verder reikt dan misschien alleen Amsterdam. Ja. Verder dan alleen de mannen, maar ook de vrouwen erbij betrekken. Mm-hmm. En, want jullie richten je ook wel volledig op de Black community, hè? Mm-hmm. Toch? Als we het hebben over Black Men Talk, dan gaat het natuurlijk over de zwarte mensen. Zeker. Onder ons. Zeker. Ja. Zeker. Ja. Dat is gewoon de... Dat is wat wij kennen. Ja. En deze vraag krijg je natuurlijk vaker. Maar hoezo niet alle mannen?
En wat heel goed, wat heel begrijpelijk is eigenlijk. Nou, ja, wel. Nee, ergens is het heel begrijpelijk. Omdat niet alleen zwarte mannen niet de ruimte krijgen om zich te kunnen uiten. Ja. Klopt. Marokkaanse mannen, idem dit. Ja. Turkse mannen, ja. Nederlandse mannen, sommigen hebben dat niet. Ja. Alleen voor ons is het, dit was, wij weten zeg maar wat de dingen zijn in de jeugd. Ja. Cultuur brengt vaak een bepaalde manier van opvoeding met zich mee, een bepaalde manier van praten, een bepaalde manier van zijn, een bepaalde manier van noem maar op. En omdat wij zijn experts als het daarop aankomt, wij hebben het echt beleefd. Ja. Ja. Dus wij zeggen ook, we weten niet wat er gebeurt in de Marokkaanse community, want we zijn niet Marokkaans. Ja. Dat betekent niet dat we niet denken dat er ook daar iets hulp zo bij nodig is. Ja. Maar alleen wij weten het heel goed, zeg maar, voor de Afrikaanse man en de zwarte man. Ja. Dus vandaar inderdaad dat we het expres dan ook hierbij houden, omdat we hier echt diep in kunnen gaan. Ja, en je bent inderdaad expert, omdat je die persoonlijke ervaring Precies. ook, je kan vanuit persoonlijke ervaring spreken. Ja. En over die positie gesproken, hè, dus de positie van de zwarte man eigenlijk binnen deze maatschappij. Ja. Wat... waar kom je, zeg maar, oké, je hebt de mental struggles waar je gewoon sowieso doorheen kan lopen tijdens het opgroeien, ouder worden, volwassen worden. Mm-hmm. Maar specifiek voor de zwarte man en de positie van de zwarte man in, laten we zeggen, dus Amsterdam. Mm-hmm. Welke mental struggles, welke struggles, uitdagingen, drempels, kom je daar, ben je daarin tegengekomen in het opgroeien of misschien helemaal niet? Ja, ik denk naast de mentale struggles, ik denk elke zwarte man wel te maken heeft met racisme bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het speelt nog steeds. En ja, we worden nog steeds als een achtergestelde, hebben nog steeds achtergestelde positie in Nederland, maar ook gewoon over de wereld, op Europa. En ja, dat is natuurlijk de struggles die we, waar we mee te dealen. En daarom ook met de stichting, we focussen ons op de sociaal-economische groei. En we proberen dan gewoon als community ook gewoon een stapje hoger te komen. Ja. Want heeft dat op jou, heb je dat bijvoorbeeld, heeft dat invloed op jou gehad dat je toch met racisme te maken? En op welke manier heeft dat dan invloed gehad? Bijvoorbeeld op school, tijdens mijn studie, daar ben je de enige zwarte jongen in de klas. Mm-hmm. En ja, dat je voelt het ook al meteen dat je gewoon anders wordt behandeld door docenten. En ja, eigenlijk gewoon een stapje lager ben dan de anderen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld tijdens het solliciteren, ja, wij heten dan een Rutsch van onze achternaam, maar ja, dan kom je op gesprek en dan zeggen ze van, je bent toch een donkere man. Ja. En dan krijg je die afwijzing. Ja. Ja. Dus dat is wel moeilijk. Hè. Dus ja, ik vind daarom ook heel belangrijk dat we zelf dingen creëren. Zelf banen ook proberen te creëren. Ja. Gewoon groeien als community. Ja, want ik wou je net vragen, maar hoe heb je dat daardoorheen gemanoeuvreerd dan als zwarte man? Want je hebt je studie afgerond. Je bent afgestudeerd, jurist. Je werkt als jurist. You got a position, weet je wel. Ja. Maar hoe heb je je daardoorheen gemanoeuvreerd? Wat heeft jou geholpen om daarmee om te gaan, eigenlijk die jaren tijdens je studie? Ik denk gewoon vooral de motivatie. Nooit opgeven. Ja, mijn moeder zegt altijd van we moeten natuurlijk wel altijd harder ons best doen, maar je doet het ergens voor je toekomst. En ik denk tijdens mijn studie was dat gewoon altijd mijn doel om iets te bereiken. En nu ik afgestudeerd ben, dan wil ik natuurlijk ook de volgende stap maken en gewoon voor mezelf beginnen. Dat is mijn doel, En jij, Stefan? Ik denk sowieso eigenlijk vanaf toen Dersley klein waren, wij begonnen op de Knotwillig basisschool. Oh wauw, die bestond. Mijn neef heeft daar opgezeten. Ja. Dat is grappig. Dan zit ik, mijn neef, hij is nu 17. Hij is nu 17. Ja. Daar begonnen we en uiteindelijk kregen Dersley, omdat we te speels waren, moesten we blijven zitten. En daarna wilden ze ons naar het speciale onderwijs sturen. Maar mijn ouders hebben ervoor gevochten van nee. Ze zijn niet te speels, ze hebben gewoon meer aandacht nodig. Ja. Want volgens mij hadden we ADHD volgens hun. Maar ze wilden ons daarom naar het speciale onderwijs sturen. Uiteindelijk zijn we blijven zitten. Toen zijn we groep 3 uiteindelijk weggegaan bij Knotwillig. En toen zijn we bij ons in de buurt gegaan, het Gein. Mm. En toen hadden we de CITO-toets. De CITO-toets. Toen hadden we beide LWO gekregen.
Maar mijn docent wist dat ik faalangst had. Ja. Maar toch heeft hij mij die toets laten maken. En toen kregen we beide LWO. En toen heb ik die CITO opnieuw gedaan. Toen kreeg ik 5,34 en dat is gewoon een VMBO-THAVO. Ja. Maar hij wilde mij geen VMBO-THAVO geven. Dus dat zijn kleine dingen qua schooladvies en zo. En ik vind ook wij als zwarte ouders, wij moeten... Mijn ouders, ik ben blij dat ze gevochten voor ons hebben. Dat ze ons niet naar het speciale onderwijs hebben gestuurd. Anders waren we misschien nog verder. Snap je? We komen, uiteindelijk kom je er wel. Het maakt niet uit waar je bent. Speciaal onderwijs. Met handen werken, daar zoeken, dat kan ook gewoon. Want er zijn veel creatieven die dat gewoon mooi doen. Ja. Maar uiteindelijk zou dat ons sowieso mentaal wel breken, denk ik. Als je naar het speciale onderwijs moet. Ja. Dus dat is volgens mij bij mij echt pijngevleed. Voor gewoon van, ja, die onderadvisering ook eigenlijk. Hè. En ik denk, als je het hebt over die rol van ouders, niet alle... En het gebeurt nog steeds, hè? Heel veel. Hier in Zuidoost, kids die ouders hebben die misschien laag opgeleid zijn, of waarvan gewoon die docent denkt, nou, weet je wat, ik denk dat jij maar liever VMBO moet gaan doen en geen HAVO, wat eigenlijk een CITO-score is. Zeker. Als ouders niet weten, veel ouders die hier in Nederland komen, misschien niet hier lang zijn, die doen ook maar gewoon wat de docent zegt. Zeker. Dus zeker ook herkennen en ook los... Daarvan, zelf ben ik daar ook tegen aangelopen en ik zie het ook nog steeds gebeuren. Het is eigenlijk erg dat al die jaren later nog steeds eigenlijk speelt. Zeker. Ja. Zeker. Okay. Maar dat is iets wat voor jou echt is, ja, echt is bijgebleven. En jij? Ik moet zeggen dat ik persoonlijk heb ik of denk ik gewoon een oogklep op gehad. Maar ik heb het minder heftig meegekregen. Omdat ik denk ik, tot op zekere zin kon ik mijn eigen mannetje heel goed staan. Ik kon bijvoorbeeld al heel vroeg heel goed overweg met woorden. Ik was ook goed in discussies voeren en ik kon altijd heel goed uitleggen zeg maar, wat mijn eigen standpunt was. Waardoor ik in zekere zin... Klinkt gek, ik was altijd eigenlijk de strijd aan het aangaan met de witte man of de witte vrouw. Dus de juffrouw die zeg maar me aan het uitleggen, ik kon altijd goed mijn mannetje staan. Ja. En dat hielp me, maar nu pas kom je erachter dat het helemaal niet gezond is. Jij hoeft niet je mannetje hoeven te staan, want die andere mensen hoefden niet hun mannetje te staan. Waarom, waarom jij wel? Ja. Eén ding, één verhaal wat me bij is gebleven is van een jongen, Amsterdam-Oost. Typisch jongetje, gewoon dreads. Maar super slim. Echt pinter. Eén keer zit ik bij hun in de les. Hij zit op gymnasium. Ziet er niet uit als de kiddo die je verwacht op gymnasium. Ja, wat is dat, hè? Precies. Dat is, ja. Maar hij zit daar. De enige zwarte jongen in de klas. Ja. Loks tot midden zijn rug. Broek laag. Lil Wayne. Noem maar op. Maar pinter. Kan leren. En... maar juist omdat hij viel niet in dat plaatje, het gymnasiumplaatje. Terwijl ze hebben nooit gekeken naar zijn kunnen, zijn hersencapaciteit. Ja. Het was simpelweg, ze keken naar zijn uiterlijk, ze keken. En het stoorde hun in feite dat deze jongen in de klas zat met al deze elite kinderen, zeg maar. Mm-hmm. Die het allemaal wel konden, want... hadden niet loks, want loks is iets negatiefs. Hadden hun broek niet op hun knieën, want dat betekende simpelweg dat je dus kennelijk niet wijs genoeg was om op het gymnasium te zitten. Jaren later kom je deze jongen tegen en hij is vakkenvuller bij de Albert Heijn. En nogmaals, je kan echt, je kan een heel goed leven leiden als je werkt bij Albert Heijn. Maar in mijn hart wist ik dat, dat er voor hem zoveel meer was. Ik zeg altijd, we maken soms de fout dat die ene persoon die gewoon echt inderdaad de kuur gaat vinden, zeg maar, voor super, voor hele intense ziektes. Dat zijn die mensen die we weg hebben gestopt naar VMBO-T. Dat zijn de mensen die we hebben gestuurd naar Altra. Waarom? Vanwege hun uiterlijk. Jouw vader of moeder die straks op een sterfbed ligt, deze persoon had jouw vader of moeder kunnen helpen omdat jij hem de ruimte had kunnen geven om iets te kunnen maken van zichzelf. En dat is eigenlijk dit wat we aan het doen zijn. Het is genoeg, zeg maar, dat we... Dat je niet de kans kan krijgen, zeg maar. Omdat er... Het is oké, tuurlijk. De wereld was een andere plek. We hebben allemaal onze bias. We denken veel over het een en ander. Maar laten we
onszelf in de ogen aan kunnen kijken. En laten we, als je een functie hebt, zeg maar, waar je mensen een toekomst kunt bieden, bied ze hun dat dan ook. En probeer dan je eigen ding eventjes buiten kijf te laten. Ja. Ja, geef ze die ruimte. Geef ze die ruimte. Ja. Mm-hmm. Ja, of maak ruimte. Maar, precies. Iets om constant mensen neer te houden. Of, maar we, en dat is het ding. We vergeten soms ook dat een leraar, een dokter, een wie dan ook, een rechter, het is gewoon een mens. Mm-hmm. Ja. Dus de leraren die je ik nogmaals, ik had het geluk, ik kon heel goed, kon ik uitleggen wat ik voelde. Die bom aan energie en emoties, zeg maar, kon ik gewoon eruit vloepen. En dat, daar schrokken ze altijd van. Ja. Van oké, jij bent best wel slim. Ja, dat weet ik. Ja, maar waarom doe je dan zo? Ja. Gewoon. Ja. Ja. Ja, maar ook die, je bent best wel slim. Alsof dat een je soort je spreekt verrassing. Best wel goed Nederlands. Ja. Oh, wat spreek jij goed Nederlands? Ja. Ben je hier geboren? Nee, in Suriname. Oh, echt? Ja, echt. Alsof dat een soort verkapt compliment. We kennen ze allemaal. Nee, ja. Nee, genoeg nog te doen. Want de voorbeelden eigenlijk die jullie noemen, dat zijn helaas dingen die je nog steeds... Het is wel steeds meer bewustzijn. Mm-hmm. Er gebeurt meer. Maar dat zijn wel dingen die je nog steeds ziet. Zoals dat onder advisering. Je ziet het bijvoorbeeld ook wel echt... In de kind- en jeugdpsychiatrie heb ik natuurlijk heel lang gewerkt. Mm-hmm. En daar zie je ook dat er wordt gewoon vanuit een bepaalde bril gekeken. Je hebt bepaalde protocollen die geschreven worden. Of bepaalde werkwijzen, bepaalde methodieken, bepaalde theorieën over mentale ontwikkeling en omgaan met depressie. En hoe je omgaat met whatever soort mental health problems. En er wordt gewoon vanuit een westerse blik gekeken. Naar iedereen in Amsterdam. En daar kun je gewoon niet meer mee, daar kun je gewoon niet meer mee wegkomen. Dus ook bijvoorbeeld dat kindje die misschien in de klas wat luider is of wat meer aanwezig is. Van, oh, je hebt ADHD of je gaat het vast niet aankunnen. Of noem maar op wat voor opmerkingen je terugkrijgt. Of adviezen je krijgt van docenten. Er wordt gewoon gekeken vanuit, oh ja, dit is wat wij kennen. Wij hebben bedacht dat het zo moet zijn. En zo moet het zijn. Als jij daar niet binnen past, dan ben je dus niet goed genoeg. En dat is denk ik helaas iets wat waar zwarte mensen, maar ook zwarte mannen... Ik bedoel, de positie van een man lijkt me al wel een ingewikkelde. Want er zijn, en van een vrouw ook, geloof me, er komt ook een episode aan over de vrouw. Maar, dat is ook een ingewikkelde. Maar de positie van de man is al een ingewikkelde. Zeker. En de positie van een zwarte man geeft nog meer gelaagdheid daarin. Waar we doorheen moeten graven met elkaar en onderzoeken. Dus daarom denk ik dat het heel mooi is wat jullie doen. Zeker. Ik heb het al een paar keer gezegd, ik blijf het zeggen, omdat ik meen dat meen ik echt. Ik denk dat we er heel veel aan hebben met elkaar. Zeker. En in het kader daarvan, zeg maar, afrondend, volgens mij kunnen we nog urenlang doorgaan. Zeker. Misschien moeten we nog een keer kijken welke andere collab eruit kan voortvloeien. Maar voor nu, vandaag, waar zien jullie of waar willen jullie Black Men Talk over, say, 3 jaar, 5 jaar zien? Wat willen jullie bereikt hebben als je dan daar bent gearriveerd over een paar jaar? Wat zijn de objectives? Deze vraag krijgen we wel best vaak eigenlijk. Maar uiteindelijk wat we willen doen is onze eigen soort van buurt thuis hebben. Bijvoorbeeld Quinten is gespecialiseerd in fitness. Denzel is gespecialiseerd in juridische zaken. En ik specialiseer me nu in verzekeringszaken. Dat wij gewoon naast dat we de Black Men praatgroep sessies hebben voor de mannen en vrouwen. Dat wij ook gewoon als mensen problemen hebben met hun gezondheid. Met hun juridische dingen of met hun verzekeringsdingen. Dat ze bij ons gewoon langs kunnen komen. Dus onze doel is gewoon over een paar jaar onze eigen buurthuis te hebben. Gewoon. Waar we gewoon iedereen kunnen helpen. Dus dat is eigenlijk wat we willen. Ja, gelijk. Het is eigenlijk gewoon met die buurtcentrum een grotere safe place creëren voor de community. Ja. Dope. Ja, toch? Precies dat. Ja, gewoon kijken hoe ver je kan strijken, zeg maar, als je zo'n vaste basis hebt. Natuurlijk ga je proberen Amsterdam te bereiken. Je gaat proberen Nederland te bereiken. Uh-huh. En dan ga je vervolgens natuurlijk ook kijken van oké, goed, wat kunnen we daar zijn? We zijn een connected people, maar alleen we zijn gewoon divided. Dat is het. Dus het is gewoon kijken van oké, hoe kunnen we gewoon lijmen wat er stuk is? Yeah. Ook
zodat wij beter kunnen functioneren. Ik geloof dat iedereen heeft er baat bij. Ook wit Nederland heeft er baat bij. Als zwarte mannen en zwarte vrouwen beter kunnen functioneren, zichzelf ook gewoon beter voelen. Ja. Iedereen heeft er baat bij. Ja, zeker. Ja. Ja. En voor jezelf, als ik diezelfde vraag zou stellen, maar meer betrek op je eigen growth, zeg maar, zijn er dingen waar je nu, jullie zijn al heel erg gegroeid, jullie zijn al heel verdiepend bezig met wat gaat er in mij om en waar loop ik zelf tegenaan, wat zijn dingen uit mijn jeugd, noem maar op, maar wat is voor jou een thema of iets waarvan je denkt, oh ja, dat is eigenlijk iets waar ik wel meer over wil weten bij mezelf, of als ik over 2 jaar terugkijk, wil ik die groei gezien hebben, als die vraag te volgen is. Wie wil je het spits afwijzen? Ja, ik denk meer identiteit, dus meer op zoek naar onze roots, onze Afrikaanse roots. Dus dat we zijn natuurlijk, wat ouders komen uit Suriname, maar ja, eigenlijk komen we niet uit Suriname. Dus we willen op zoek naar waar komen we echt vandaan. Ja. Dus meer kennis opdoen in die richting. Ja. Knowledge of self, volledig, dus ook helemaal way back. Ja, precies. Geldt voor jullie zeker wel. Dat is gewoon wat er mist, denk ik. Ja, en dat is natuurlijk ook een groter. Dus knowledge of self heeft ook, denk ik, verschillende lagen. Zeker wel. Ja. Zeker. Mooi. Alright. Nou, ik denk dat een mooie is om mee af te sluiten. Ik ben heel nieuwsgierig wat er nog meer gaat komen vanuit Black Men Talk Nederland. Zeker. En ik ga jullie voor nu bedanken voor dit fijne gesprek. Zeker. Jij bedankt voor je uitnodiging. Of course.